nieuw kwartaal begonnen. Kinderen verwachten veel van minister Rusland. En tweeling geboren in verschillende jaren. Goedenavond en welkom erbij. Het verkeer is druk en overal zijn de schooluniformen weer te zien. Na 2 weken vakantie zijn de scholen vandaag begonnen met het tweede kwartaal. De eerste schooldag begon met heel veel regen in de ochtenduren. Het schoolterrein ziet er niet mooi uit. Ondanks de regen zijn de leerlingen van CUW Blijschool gereed voor dit nieuw kwartaal. Want ze hebben flink genoten van hun vakantie. Ik ben naar de stad gegaan. Bombol geschoten. Ik heb lessen geleerd. Ik ben naar Nkeri geweest. In de stad kleren kopen. Maar nu is het tijd om serieus de lessen aan te pakken. Deze kwartaal heb ik niet zo goed gewerkt. Ik heb slecht geworden voor rekenen. Natuuronderwijs. En taal. Voor rekenen en Bijbel. Dus ben ik zeker dat ik het tweede kwartaal zal ophalen. Ik wil een goede cijfer krijgen. Slagen. Om naar Milo te gaan. Door hard te studeren, lessen leren, lessen op tijd leren. Ik wil slagen en ook iets worden in de maatschappij. Het eindcijfer van het tweede kwartaal telt dubbel mee. Dus worden dit kwartaal minder grappen gemaakt. Na bijna 3 maanden is er eindelijk weer een minister van Financiën. President Desi Bouterse benoemde Andy Rusland als de nieuwe minister. Vanaf 1 januari heeft hij de leiding op een van de belangrijkste ministeries. Niet alleen ouderen, maar ook kinderen verwachten heel veel van minister Rusland. Nadat Adeline Weinerman in oktober is opgestapt als minister van Financiën, is een hele tijd geen nieuwe minister benoemd. Op 1 januari werd Andy Rusland beëdigd als de nieuwe minister van Financiën. Ik vind niet goed dat mevrouw Weinerman weg is, want ze heeft het werk goed gedaan. Ik vind dat die andere ministers een beetje niks hadden gedaan, niks veranderen. Maar ik hoop dat Henry Rusland zijn best zal doen. Hij had zijn best doen. Waarom? Zo, omdat hij de zoveelste minister is. Van de minister wordt verwacht dat hij het beheer van de overheidsfinanciën weer in orde krijgt. En ook de kinderen willen dat de minister ook hun belangen behartigt. Ik zou graag willen dat hij nieuwe schoolboeken voor ons zou kopen. Want in de 6e klas hebben we niet zo goede rekenboeken. En ik verwacht dat hij meer nieuwe stoelen voor de scholen brengt. Tafels en meer sportgelegenheden open voor de kinderen. Want er zijn zoveel jongens die hangen op boeken. Hij moet het geld een beetje hoger maken voor de ouders, zodat ze toch iets kunnen doen voor die kinderen. En ik hoop dat hij kinderbijslag een beetje kan verhogen. En dat hij geld voor ons zal sturen om ons te helpen om het erf een beetje schoon te maken in die grote. Ik verwacht dat hij het werk goed zal doen en ze hem niet meer weghalen en hij kan blijven tot 2015. Andy Rusland is tot nu toe de 3e minister die in deze regeerperiode is benoemd tot minister van Financiën. Een tweeling geboren in verschillende jaren, heel veel sneeuw in Amerika en zwaailichten worden beboet. Het is nu tijd voor onze korte nieuwsblok. Bestuurders van privévoertuigen of bedrijfsvoertuigen die met een zwaailicht of sirene rijden, worden vanaf nu direct beboet. Ook gepantserde auto's belast met geldleveringen mogen niet afwijken van deze regel. Op de openbare weg mogen alleen politie, brandweer, ambulances en de militaire politie met een zwaailicht rijden. De zwaailichten moeten rood, oranje-rood of blauw zijn. Dat moet volgens de wet. Een groot deel van de Verenigde Staten is nog altijd in de greep van de extreme kou. Er zijn temperaturen gemeten van min 35 graden. Het dikke pak sneeuw heeft ook tot veel overlast geleid. Veel vluchten zijn geannuleerd, waardoor duizenden mensen zijn gestrand op de vliegvelden. In veel steden zijn speciale huizen voor dakloze mensen geopend.
Zij hebben zo'n plek om te schuilen tegen de kou. Amerikaanse meteorologen verwachten dat het de komende dagen in bijna de helft van het land zal blijven vriezen. In Canada is tijdens de jaarwisseling een tweeling geboren. Hoewel de meisjes maar 8 minuten na elkaar op de wereld kwamen, zijn ze niet in hetzelfde jaar jarig. Het oudste meisje werd op oudjaarsavond 2013 en haar zusje op nieuwjaarsdag 2014 geboren. Gabriella en Sophia, die eigenlijk pas half januari geboren zouden moeten worden, maken het goed. Het jongste meisje mag zich ook de eerste Canadese baby van 2014 noemen. De Biggie Brokkie Wakka, welke dit jaar voor de 11e keer werd georganiseerd, was ook dit jaar weer een succes. Meer dan 5000 Surinamers en buitenlanders hebben zondag over de Jules Weidenbosbrug gelopen of gerend. Nog voor zonsopkomst verzamelden de deelnemers zich, maar voor ze begonnen moesten ze allemaal eerst flink opwarmen. De spieren moeten eerst losgegooid worden voordat de loop begint. De kinderen doen een korte Zumba-workout. Het is mijn eerste keer dat ik meedoe. Zo net hebben we een warming-up gedaan. Omdat ik later geen krampen wil krijgen. Ik denk dat het wel een beetje zwaar gaat zijn. Ik denk wel dat het moeilijk gaat zijn om voor de brug te lopen. Maar ik zal het doen. Ik denk dat het wel een beetje zwaar gaat zijn om over de brug te lopen, maar ik denk dat ik het toch ga halen. Na de workout mogen de kinderen van start gaan. Ik ben er vanwege, het is een beetje zwaar, maar ik ga het toch halen. En het is mijn eerste keer te voet op de brug. En het is leuk. Leuk om de stad te zien. Tot nu toe vind ik het leuk, maar dit is de eerste keer die ik op een brug loop. Na 2,5 kilometer te hebben gelopen, bereiken Naisha en Sigourney de finish. Ik ben nu bij de finish. Ik heb het gehaald. Dat is een beetje zwaar, maar ik heb het toch gehaald. Het was zwaar om te klimmen en niet zo moeilijk om te zakken. Makkelijk vond ik om te klimmen. En het moeilijkst vond ik om af te zakken, want het leek alsof ik ging vallen. Volgend jaar ga ik weer meedoen, want dit jaar vond ik het heel goed. Voor de kinderen die gewoon thuis zitten en niet sporten, kom volgend jaar naar Biggie Brokkie Wakka. Het is heel erg leuk. Bij de finish krijgen de deelnemers allemaal een certificaat. Naisha en Sigourney zijn heel trots op die van hen. Om mee te doen met de Biggie Brokkie Wakka is het belangrijk om in shape te zijn, vooral als je de brug moet beklimmen. Dus om volgend jaar weer mee te doen, gaan de meisjes nu al aan de slag. Zo, dat was het dan voor vanavond. Ik hoop dat je hebt genoten. Morgen zijn we er weer met een nieuwe uitzending. Doei doei!